De VVD wil dat het college onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om ramkraken te voorkomen bij ondernemers in de regio. De aanleiding hiervan is dat er op vrijdag 13 september wederom een ramkraak is gepleegd bij de juwelierszaak in winkelcentrum De Nieuwe S in Sleeuwijk. De roep om preventieve maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen wordt dan ook steeds groter, stelt raadslid Robert van Dijk in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Momenteel zorgen paaltjes zoals hier ervoor dat winkelgebieden afgesloten zijn voor autoverkeer. Al ontbreken die hier en daar wel. De VVD pleit voor betonnen afzetbollen, bloembakken of andere vormen van betonnen straatmeubilair. Om de winkelgebieden nog toegankelijk te houden voor leveranciers, stelt de VVD inzinkbare palen voor. Daarnaast vraagt de VVD zich af of het college de risicovolle locaties in beeld heeft die gevoelig zijn voor overvallen, ram- of plofkraken, zoals de voor criminelen interessante winkels of geldautomaten. Ook vraagt de VVD aan het college initiatief te nemen door in overleg te gaan met de winkeliers en ondernemers die daar behoefte aan hebben.